Minister Albert Jubitana van Transport, Communicatie en Toerisme, TCT, bleek niet op de hoogte te zijn van het aanmeren van een cruiseschip in Suriname. Op zaterdag 14 oktober meerde het cruiseschip van de Amerikaanse maatschappij Seabourn aan bij de Schulz-Etnie-haven van Paramaribo. Jubitana gaf aan dat dit nieuws hem ter oren is gekomen, maar niet via de officiële kanalen. En dat moet veranderen, zegt hij. Er moet in het vervolg eerst gecommuniceerd worden met TCT, de Maritieme Autoriteit Suriname, MAS en havenbeheer over aankomende cruiseschepen. Vanuit zeker de MAS, havenbeheer, we hebben de informatie ook gehad. We zijn op zoek gegaan naar de informatie. We willen dit zeker op een andere manier gaan aanpakken. Betere communicatie met de sector. Niet wanneer dat schip hier is. We moeten van tevoren weten welk schip komt binnen. Welk type toerist is aan boord. En wat kunnen we ze hier aanbieden in Suriname. Zijn ze geïnteresseerd in cultuur? Zijn ze geïnteresseerd in natuur? Zijn ze geïnteresseerd in culinair of onze heritage? Dan moeten we daar met z'n allen een pakket voor gaan opstellen. Voor de weinige tijd die ze hebben zeg maar, in onze binnenstad. Dat we ze goed entertainen en dat we een stukje Suriname meegeven. Vanuit het ministerie is dat afgelopen week en ook deze week een van de hoofdonderwerpen. Dat we dit soort zaken niet tijdens of daarna, maar dat we ook met alle actoren gaan zitten en zeggen van hey, hoe kunnen we dit Suriname op zijn best, dat de toerist Suriname op zijn best kan beleven. Jubitana wijst geenszins met een beschuldigende vinger naar de sector. Volgens hem moeten er geen problemen gezocht worden als die er niet zijn. De komst van een cruiseschip betekent een opleving van de toerismesector en de economie. Feit is dat er voorbereidingen hiervoor getroffen moeten worden. De minister zegt alle mogelijkheden te omarmen die ten bate komen van toerisme. Hij wil graag met de sector kijken hoe de diensten uit te breiden. Dat is keurig, dus ik onderken dat en ik juich het ook toe. Maar het gaat bij mij of bij het ministerie meer van hey, we zeggen Suriname op de wereld, gaat praten toeristisch. Laten we daar ook een keurig verhaal aan hangen qua toeristisch beleid. Het heeft niets te maken met gezichtsveld. Hè. We moeten ook geen problemen gaan zoeken wanneer ze er niet zijn. We moeten juist de sector omarmen. Dat ze daarop keurig inspelen. En waar de overheid in tekort schiet, nou, dan moeten we harder gaan rennen. We moeten niet gaan kijken naar een schuldvraag gaan stellen. Ik denk dat we juist de sector moeten dankbaar moeten zijn en erkentelijk moeten zijn dat ze dat op deze keurige manier voor het land opvangen.